deze bijeenkomst is speciaal bedoeld om vooruitlopend op de installatie jullie alvast in de gelegenheid te stellen om een aantal vragen te stellen. Dat is de bedoeling van deze bijeenkomst. Jacqueline, nog 50 jaar, vrijdag 51. Dus neem ik weer de fly mee voor de secretaresses en de wethouders en voor jou. om dat dan even te vieren. Getrouwd, 4 kinderen. Waarvan 2 studerend zijn in Tilburg. De derde nu eindexamen gaat doen op het college in Weert. En dan de jongste zit in de tweede klas, dus die gaat echt een knip krijgen in haar schoolcarrière. Omdat wij hopen om toch wel in deze zomerperiode definitief te kunnen verhuizen naar Roosendaal. Huis uit jurist, strafjurist, ook altijd bezig geweest in beroepen in en rond de toga, en rechtbanken, openbaar ministerie. En bij toeval eigenlijk in de politiek gerold. En dat begon met het raadslidmaatschap in Bergen-op-Zoom in 1997. Ik had het goed naar mijn zin gehad, maar ik had altijd zoiets van ik moet burgemeester worden. En toen in 2005 deed de vacature in Weert zich voor, mijn geboortestad. Ik ben weliswaar Brabander, West-Brabander, Bergse ouders. Met mijn vader ben ik in maart 2005 benoemd als burgemeester daar. En nu, bijna 6 jaar later, had ik al op zak van Weert. Maar deed de kans voor om burgemeester te mogen worden van deze prachtige stad. Dus ik solliciteer op Roosendaal. En ja, het gevolg ziet u hier voor me. Voorgedragen en inmiddels per vandaag bij koninklijk besluit benoemd. En dan vanavond de feestelijke inzet. Dat even een nutshell wie ik ben en de entourage waar ik vandaan kom en hoe ik hier verzeild ben. Hoe voelt het als krap in Geweldig. Ja, geweldig. Ik snap dat er een goede animositeit is die nu met de carnaval weer lekker opkomt. Moet ook zo. Weert, Roermond, Vlissingen, Middelburg, idem dito Breda, Tilburg. Altijd heerlijke vredes. Maar voor het overige, dat zijn 300, minus 4 dagen, maar 361 dagen. En dan gaat het erom in een goede duo stafconstructie die er al is, hè, de Brabantse buitensteden. Om met Bergen-op-Zoom, maar overigens ook met Etten-Leur en Breda en Hoogstraat en de gemeente überhaupt in West-Brabant, hè, de 18 plus tolen, om daar goed mee samen te werken. En, krap kan dat en een vulkaan kan dat, en niet met een kilogram kan dat. Allemaal geen punten. Is het de kennismaking vooral helemaal vastgesteld voor de komende tijd? Op hoofdlijnen. Want er moet ook wel ruimte zijn voor als er in een dag iets tussenkomt met een politiekwestie of anderszins. Ik weet hoe dat gaat, dan kiept alles weer om. Omdat dat dan de hoogste aandacht heeft. Dus we timmeren niet alles helemaal dicht. Maar het is wel de komende weken wel een programma met veel bezoeken. En ik heb ervoor gekozen om dat ik buiten het stadskantoor ga naar degene met wie ik dat ook zie. Hoe de kamer van de politiecommandant is. Ik zie hoe de kamer van de brandweercommandant is. De hoofdofficier, de president van de rechtbank, de Wijkerdorp heb ik net over gehad. En al die anderen die ik nu vergeet. Maar daar wel naartoe te gaan, omdat ik ook dan beeld wil hebben. Als ik met iemand bel, dat ik weet van die zit in die kamer en dat ziet er zo uit. En dat helpt mij dat heel snel om in te burgeren. Morgen eerst werkdag? Ja, vandaag eigenlijk. Ja. Maar morgen echt een kantoordag? Ja, college burgemeester. Ja, BMW, college burgemeester en wethouders, is iedere dinsdag. Het was hier maandagmiddag vanwege het feit dat Helmi natuurlijk eerste Kamerlid is. Maar nu gaat het weer terug naar de dinsdagochtend. En dan daarna een ontmoeting met het MT, met het team.
Daan hebben een kennismaking met de medewerkers op het stadskantoor. Dan even een hap eten in de stad met mevrouw, want die komt dan inmiddels over deze kant uit. Want dan hebben we aansluitend de wat verlaten nieuwjaarsreceptie. Annex, here he is, hiernaast. Toespraak ook. Ook een toespraakje. Niet te lang, want vanavond spreek ik al heel wat uit. En dat kan morgen iedereen op onze site lezen en zien. Dus zeg wat doe je buiten je werk, zeg maar? Kun je daar nog iets over zeggen? Levenfuncties doe je. Of hobby's? Of... Oh ja, ja, hobby's. Ja, elke zaterdagochtend. Dan nog een beer, maar dat ga ik straks hier zoeken. Ren ik een niet te veel hoor. Een 5-6 kilometer loop ik iedere zaterdag vrij hard. Steeds harder. Steeds harder. Dat doe ik in mijn uppie. Want ja, soms dan kan het niet omdat je zaterdagochtend iets hebt, dus dan doe ik het 's middags. Dus dan ben ik nog niet afhankelijk van een atletiekvereniging. Want je dat verplicht ook als je die keer moet afbellen dat je niet kunt, dan dat is ook niet de bedoeling. Dus dat doe ik altijd graag. En dan doe ik lezen, met name juridische thrillers. John Grisham, mijn grote favoriete. Dat vind ik leuk, ontspannend om te doen. Daar zijn de reistijden, Roosendaal weer wel uitstekend voor. Om eens wat boeken weg te lezen. En dan is er niet zo gek veel tijd meer voor sport of andere hobby's. Maar niet dat het werk ook een soort van hobby is wat je graag doet. En dan spendeer je daar ook heel veel tijd in. Maar dan voelt dat niet als heel veel tijd besteden aan dat dat allemaal vanzelf gaat. Ja. Maar wat voor voorzitter krijg je dat ook afgehaald? Ja, streng maar rechtvaardig. Ik bedoel, je hebt een reglement van orde en dat is niet voor niks. En daar gaan we ons dus aan houden. Allemaal niet een zwart-wit tinten, maar wel rechtvaardig. Daarmee bedoel ik dat ze met alle 35 even lief zijn, oppositie, coalitie. Iedereen moet kunnen thuiskomen, grote partijen, kleine partijen. Met toch het idee van, ik heb mijn inbreng kunnen hebben. Ik heb vanavond kunnen vertellen wat ik vind dat ik heb moeten vertellen. Ongeacht hoe dat leidt tot besluitvorming, dat is de 11 plus 1, dat is de democratie. Maar wel dat iedereen zich recht gedaan voelt. Dat vind ik van belang. U kunt de raadsvergadering bezocht hier voordat de benoeming bekend wordt. Ik heb gegoogeld en dan kun je ook die raadsvergaderingen heel goed volgen. Dus thuis in mijn werkkamer achter de computer heb ik zo eens gekeken en geluisterd. Zie dat mensen toch wel sceptisch zijn over de politiek en wij niet altijd geïnteresseerd in politiek. Minder dan 50% kan stemmen tijdens de lokale verkiezingen. Vind je daar als burgemeester verandering in te kunnen brengen of hoe gaat u dat doen? Ja, verandering breng ik daar niet in. In die zin dat je probeert politiek betrouwbaar en duidelijk en consistent te laten zijn. Kiezer houdt niet van openlijk geruzie, rollenbollend over straat. En de kiezer houdt ook er niet van wanneer de problemen weliswaar goed worden gedefinieerd, maar niet opgelost. We zijn er om problemen op te lossen. En dat moet je proberen te doen en ook helder communiceren. Echt een gouden zegen van communicatie. Ik kan dat niet genoeg benadrukken. Uitleggen waarom je het besluit hebt genomen zoals je het hebt genomen. Uitleggen. Steeds opnieuw. En dan snapt de burger heel goed wanneer hij een keer nee krijgt op een vraag. Omdat hij ook wel ziet dat het in alle redelijkheid niet kan leiden tot wat hij gehoopt had te horen. Je moet het wel uitleggen en toelichten. En als het in één keer niet kan, dan twee keer of drie keer. Ik denk als je dat doet, dat je dan in ieder geval werkt aan het verdichten van die kloof. Of althans een fatsoenlijke brug over die kloof slaat. Waar je de burgers toch echt kunt ontmoeten. En kunt
vertrouwen kunt vragen en ook vertrouwen krijgen. In Weert had ik het project, wij noemen dat gasten van de raad. Ik zal het presidium eens sonderen of men dat hier ook leuk vindt. En dat was een at random, 10 tot 15 mensen per keer, 6-weekse cyclus, deden wij uitnodigen om gast van de raad te zijn. En dat betekende dat wij vakverzeugd de mensen ontvingen, ondergetekende, de griffier en iedere keer bij toerbeurt 2 raadsleden. En dan hadden we van 6:45 tot 7:15, wat doet de burgemeester, wat doet de griffier, wat doen raadsleden. En van tevoren ook de agenda toegestuurd. En dan zie je dat er, als je de mensen opzoekt en je legt uit hoe het allemaal gaat in zo'n raad en waarom het gaat, dat een enkele uitzondering daar gelaten, maar ik heb inmiddels honderden mensen dan binnen gehad als gast van de raad, die natuurlijk op een VIP-podium werden gezet. En, dan heten ze natuurlijk ook een zeer nadrukkelijk welkom als heel op de nooit werd. Maar Roosendaal was verlokkelijker dan dat alternatief. Maar je moet nooit weglopen voor de problemen. Juist niet